onderzoek doen op de rampplek in Oost-Oekraïne. Het gaat nog niet, vonden de Nederlandse autoriteiten tot vandaag, omdat de plek nog niet veilig was. Dat bevestigde gisteren ook Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Kunt u op de rampplek komen? Op dit moment nog niet. Wij zijn daar wel druk mee bezig. De situatie daar is toch een lastige. Om er te komen is lastig. En in die zin, we zijn bezig met de beveiliging, we zijn bezig met het organiseren daarvan. En ik hoop dat we op vrij korte termijn daar naartoe kunnen. Dagen? Dat hoop ik toch wel, dat we in die periode daar naartoe kunnen. Maar het kabinet gaat dus alsnog experts plus 40 man marechaussee sturen. Morgen moeten ze in het rampgebied aankomen. Daarover zometeen meer met de voormalig baas van de Koninklijke marechaussee, minister Beuving. Eerste situatie op de rampplek zelf. Daar was vandaag wederom verslaggever Rudy Bauma. Rudy, we zagen net David-Jan Godfroy. Jullie hebben de taken verdeeld. Hij was bij de separatisten vandaag. Jij was vandaag weer op de rampplek. Ben je verrast, Rudy, door de draai van het kabinet om nu opeens wel direct onderzoekers te sturen? Nou, ik ben verrast dat ze nu al in Oekraïne aanwezig moeten zijn als ze morgen hier op de rampplek zouden moeten aankomen. Maar ik ben vooral verrast dat ze niet eerder op de rampplek zijn geweest. Er zijn van de week natuurlijk wel 3 forensische experts geweest, maar die waren hier toch vooral om de trein te repatriëren met lichamen. En zijn niet, of nauwelijks in ieder geval, op de rampplek zelf geweest. En dat terwijl de Maleisiërs al dagen rondlopen op de rampplek, iedere dag wrakstukken onderzoeken. En daar hebben zich vandaag ook nog Australiërs bijgevoegd. Men vroeg zich hier dan ook in het rampgebied steeds af, waar blijven die Nederlanders toch? En dat was zo sterk dat zelfs de altijd zo voorzichtige en beleefde woordvoerder van de OVSE vandaag impliciet tegen ons zei, eigenlijk kritiek uitoefende op de Nederlandse leiding van het onderzoek, door te zeggen, het is al 7 dagen geleden, er zijn toch echt wel betere teams als wij om hier onderzoek te doen. Ja, ze gaan dus nu wel. Wat gaan de Nederlandse onderzoekers daar aantreffen? Ja, in ieder geval wrakstukken die steeds wijder verspreid liggen dan we steeds lijken te denken. Vanmiddag heeft de OVSE weer nieuwe wrakstukken geïnspecteerd die onder andere waren neergekomen in een bos. Stukken van de romp, stukken vleugel. En wij mochten die na die inspectie ook filmen. Onder andere een deel wat eigenlijk, ja, het deel is dat meest intact is gebleven. Het is de dagelijkse gang van zaken. De pers volgt het onderzoeksteam. Wordt afgeschermd door rebellen en zoekt een omweg om alsnog opnames te maken. Al dagen kammen Maleisische luchtvaartexperts het veld uit. We want to scrap every area because it was told to them that told to us that the area that they're covering is like 35 kilometers. That is as big as the city of Kuala Lumpur. That means the bodies were scattered as far as that, so you actually have to check perhaps inch by inch. Nu hebben ook 3 Australiërs zich bij de Maleisiërs gevoegd. At least we believe there's at least one forensic expert, and I think there's a consular official. But at least they're here, and they will be able to report back to, you know, to all the people back in Australia what's going on, because they need to know. We also, for the first time, the Australians went to the area down the road here where it seems the most intense heat happened. And Malaysians told us yesterday or the day before that the heat from that particular impact was so intense that it appears to have melted the aluminum wings of this 17-year-old aircraft. What do you think of the fact that there's Australian experts present but Dutch experts don't think it's safe enough? I'd find that hard to believe. I think they're being ill-informed. I don't think anyone's going to happen. Nothing's going to happen while all these goons here with the guns there. I think they should be all right. Does everyone check the obvious here? I think they have assurance that they can carry out their work in peace and with much transparency as possible. I think they have an assurance. But whether they are protected, their lives are being protected, I don't think there's any kind of agreement on that. Do you also expect Dutch experts? We had, as you know,
three Dutch forensics experts here for the before buddies. The train left, but we're not aware of any others who are here or on their way here. You haven't been contacted about more Dutch experts coming over? Not at this small operational level that we have here in Donetsk. In Holland, I think it's not safe enough to send more Dutch experts. What do you think? I don't have an opinion on that, but I can tell you, I can answer perhaps this way, is that, again, this is day 7 for us. As most of you will recall, the first day was a bit touchy for us, but up until then, we've had fairly good access. Так скажите, ну когда они уедут, мы сможем пройти туда? Когда уедут все, будете смотреть, ходить, что вы хотите смотреть там. Посмотрите. De onderzoekers inspecteerden vandaag nieuwe delen van het vliegtuigwrak. Stukken van de romp. De vleugels. En dit is het grootste tot nu toe gevonden deel dat nog enigszins intact is. De raampjes zitten er nog in. Dit stuk van de romp, diep in het bos, is pas vandaag door de OVSC geïnspecteerd en dus ook niet eerder in beeld gebracht. Wanneer Nederlandse onderzoekers deze romp kunnen bestuderen, is onduidelijk. De steeds zo neutrale OVSC-woordvoerder geeft vandaag toch voorzichtig kritiek op de Nederlandse leiding van het internationale onderzoek. The Malaysians have told us that they felt they had good access and they felt safe. Should a team be here? Should the international team be here? I'll answer it this way, is that there are people far better placed than we are to do this type of work, and it is about a week now. We are known to be a country that is does not take sides. We are a member of the non-aligned. We don't normally offend either this side or the other side. So I suppose that is one of the reasons that we can talk to anyone. So in the case of this MH17, we spoke to all sides. Is it surprising to you that the Dutch don't find it safe enough, but the Australians and Malaysians are here? What we do as the OSCE is we do very frequent security analysis. We have good contacts, and from then on we decide whether it's safe to go out or not. Maar dan in de verte, het geluid van raketten. Что это такое? Враг. Это украинские войска бьют по Донецку. Это, ребят, это система Град. Это когда залповая установка пиздует. Это по Донецку пиздует. Tegen Oekraïense raketten kunnen ook de rebellen geen bescherming bieden.